Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Yeah. Oké, dit wordt spannend. De Laurentiis. Het is toch nog steeds de Laurentiis in deze game? Ja. Snip, snip. Oei, ik zit zo. Oh, dat heeft bijna geen damage. Release datum kopen en spelen en streamen. En jij? Ik wou die game al een keer spelen, maar ik heb die game niet. Dus ik ben echt super blij dat die op de Switch komt. Ah, oh, dat deed best wel wat damage. Oh, streamen. Nee, tuurlijk ga ik niet motion control spelen. Gewoon met controller. Oeh, dat deed alsnog veel damage. Oké. Okay. En mijn speed roast, dus misschien mag ik nu wel. Dan is flame charge super chill. Oh, hoezo is hij nou nog sneller nadat hij weer synthesis? Wat een onzin. En dan ook, dit keer hield hij nog meer dan net. Oké, ik ben nu sneller, dat is positief. Als ik nou gewoon een keer crit. En hij low sweep mij. Doet ook niet zoveel damage. Fletchinder is wel de perfecte Pokémon. Ah, mijn speed wel weer. Ah, zijn defense roast. Dat is wel een probleem. Ik ben wel nog sneller. Ja, oké, dus jij kent de hele game. Oké, ja, dat is wel anders. Voor mij is hij echt helemaal nieuw. Oh, dit is zo lame. Ah, dit is echt zo'n onzin. En nu doe ik ook nog eens veel minder damage. Wat een kut setupper. En dan gaat sowieso weer zijn... synthesis doen. Hoe willen ze dat ik deze ga verslaan? Wacht, ze gewone defense gingen mogen, hè? Ah, je kan het een keer proberen. Ik kan altijd terug. Oeh, dit wel weer zo'n idee. Hoeveel pp heeft synthesis? 10 pp, dat is echt heftig. Dat is veel te veel. Wat een onzin. Zijn defense is nu volgens mij plus 6. Oh, plus 4. En dit is... een special attack. En op alle twee. 5 pp, oké, ja, dan is hij al op. Dat kan niet anders. Hij is nu plus 5 defense, maar... was dat een crit op Laurentiis? What the fuck? Wat? Oh, hij mag het meteen doen. What the fuck? Hij roept meteen iemand nieuws erbij. Kecleon. Nog een normal Pokémon. Dat doet hij nu meer damage zeker, omdat de zon opstaat. Dan ben ik nu dood. Oh. Dat deed ongezond veel damage.
Die Gaglion dan, hè? Solar Blade zal ook maar 5 WP hebben, denk ik, toch? Stop nou eens met Disney Punch, wou ik zeggen. Oké. Die heeft wel 10 WP. Oef. Ja. Yeah. What to do? Hoop dat ik hem een beurtje kan gebruiken om mijn Fletchinder te levelen. Oké, doet hij weer Solar Blade. Overleeft ook. Kom op niet zoveel. Goed zo. Lekker voor je, Kaglion. Oké. Ook gebeurt nu de Laurentus? Nee, natuurlijk niet. En mijn speed omhoog. Oei, Asian Power. Ja, dan ben ik dood. Dat is keer 4. Oh. Ja, ik wist niet. Ik heb geen idee hoe ik die anders had moeten doen. Had ik echt niet verwacht. Kutzooi. Oké. Misschien dat we wat damage kunnen doen met Sean het Schaap. Thunder Wave kunnen we wel even doen trouwens. Om hem te paralyzen. What the fuck? Wat is Leaf Guard nou weer? Eigenlijk wil ik weer terug in Arbok. Ja, maar dan ben ik dinges kwijt. Ik denk dat ik... dan kan ik wel free switchen. Ik ga switchen naar... Ja, maar dan ga je toch niet je beste Pokémon switchen, zeg maar. Of je beste Pokémon dood laten gaan. Oké. Oh! Dat is helemaal nice. Charbuck. Oh, hij is bijna dood. Het was nog best wel clutch dat die Flowhead bleef leven dan op 1-1 net. Hehe. 2 casualties kan ik mee leven. Wel jammer dat het een Fletchinder was, de doe. Maar dat is niet erg. Kan gebeuren. Dit was me nog eens een fight. De Gracium C. Ik krijg slimme strijk. Heel fijn, heel fijn. Hoezo moet ik nou met hem mee? Ik moet nog een Pokémon vangen daar, jongen.
Ik ga een Pokémon vangen hier. Wacht. Oké, welke po... Wacht, die durf ik niet te doen. Die moet even weg. Urangaroo. Urangaroo, volgens mij is dat hier ook nog eens een special spawn, zeg maar. Een 5% spawn of zo. Twee. Wat, Urangaroo? Doe eens even normaal. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Yeah. Gaat hij nou iemand roepen? Wauw. Het is een Trumbeak. Is de shiny Trumbeak? Nee. Roost. Doe eens even normaal. Oh, ik haat echt stallers. Echt. Uit de bodem van mijn hart. Met slaap, slaap, slaap. Klap, klap, klap. Stamina. Oh, daar. Ik zei net, waarom heb ik hem ook weer Shakira genoemd? Maar zijn ability is stamina. En dan zing ik elke keer stamina, mina. Dus vandaar. Ik was even vergeten waarom ik dat ook weer gedaan had. Maar daarom dus. Ik was echt moe van het spel soms. Dat soort moves moeten ze uit de game halen. Wauw, Urangaroo, dat je zo kunt zijn. Jij vuile bitch dit. Echt. Je kan het een Great Ball nu. 1. 2. 3. Yeah. We noemen hem Donkey Kong. Add to your party, waarom niet? Je hebt nooit genoeg quickballs. Super potions is voor nu nog heel even genoeg. Hier zijn we al geweest. Dan mogen we hier zo naar beneden. Ik ben benieuwd welke Pokémon we hier mogen vangen. Of dit is nog steeds dezelfde route, of niet? Oh nee. Nee, dat is wel een andere route. Dus daar hebben we nog geen Pokémon gevangen. Dus dat mag nog. Oh, ik weet niet wat voor Pokémon er is. Dus daar durf ik even niet tegen aan te lopen. Maar we moeten wel tegen hem vechten. Dat is Caleb. De jongster, denk ik. Ja, jongster Caleb. Met een toedoet. Heb ik net niet geheeld? Wat... Oh. Ik ben echt een klapmogel. Vlie! Wacht, hier wou ik helemaal niet heen vliegen. Waarom zit ik op... helemaal hier dan? Maar mijn jongen... daar moet ik heen vliegen. Pam-param-pam-pam. Weet je wat? We gaan gewoon voor deze Pokémon. Oh, nu is hij er niet. Nee, oké, top. Dan gaan we hier wel in de grasje. Ik zit even te denken, volgens mij... Ja, deze route heb ik wel al een Pokémon gevangen. Gelukkig kom ik daar wel op tijd achter. Voordat ik een Pokémon vang. Dan moeten we hier naartoe. Hey, Nebby en... hoe heet zij ook alweer? Lily. Gaan we nu zwarte gaten in de lucht zien? Dat is de grote vraag. Naar de third floor. Waar Kukui met zijn vrouwke is. Hun hebben in de anime ook een kind, hè?
Willow en Kukui. Oh, Burnett en Kukui. Ik dacht dat ze Willow heette. Dag, Burnett. Ja, Ultra Wormgaten. Het is fantastisch. Laat me met rust. Dankjewel. Moet ik hier in het lab weer wat doen? Moet ik deze mensen vragen? Je bent een coole meneer, dank je. Jij bent ook een coole meneer. Jij bent ook een coole meneer. En jij bent een coole meneer. En dit is een coole boekenkast. En dit is een minder coole Lily. Krijgen we nog die cutscene met het Ultra Wormhole, toch? Tik-lip-tik, tik-lip-tik, trio. Kijk, daar komt hij, de Ultra Wormhole. Spannend. Oké. Dan gaan we hier nog heel even een Pokémonster vangen. In de tunnel. Hier kan je volgens mij ook Larvitar tegenkomen. Dat zou best wel een interessante aanvulling op het team zijn. Al hebben we wel al een grond... Wacht, is hij een grond Pokémon? Of is hij een rock Pokémon? Of allebei? Ik weet het even niet meer. Ja, Olivia, laat me met rust. Dank je. Oh, dit is de Pokémon die we wel vervangen. Zubat. Oh nee, Zubat hebben we al gehad. Dus die mag ik niet vangen. Zullen we die Pokébal pakken? Towers! Charge! Oh, deze Pokémonnetje vangen. Ja, het wordt een Diglett. Een Diglett, Diglett, trio. Laten we voor een snelle bal gaan. Gooi een snelle bal nu! Nice. Nou, dit is op zich ook wel af. Ja, het is wel ground, hè? Ground DLC, toch? En we pakken de Firestone, die misschien nog wel handig kan zijn later. Dan wil ik hier graag zowel de stream als de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken. Als je dit op YouTube hebt gezien voor de video, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van de Pokémon Ultra Moon Nuzlocke. En als je hebt gekeken op de stream, leuk dat je hebt gekeken op de stream. Vond je het een leuke stream? Zie ik je dan heel graag terug. Vergeet het belletje niet. Ik doe niet aan belletjes. Perry. Bedankt voor het kijken van de stream en tot de volgende stream. Adios amigos.